teleurstelling groot bij jou uiteraard? Ja, uiteraard is de teleurstelling zo groot. Natuurlijk ook omdat de Republikeinen deze keer de uitdagende partij waren. Hè. Zij waren degene die deze keer voor de change gingen, voor de veranderingen na vier in hun ogen desastreuze jaren onder president Romney. En het lag natuurlijk tot op het allerlaatste moment ontzettend dicht bij elkaar. Maar tegelijkertijd, en dat moet ik echt zeggen hoor, vond ik dat er vanavond in die zaal bij de Republikeinen, hier wat toch het hart is van de partij op dit moment, nooit echt de sfeer van de onoverwinnelijke partij heeft gehangen. Eigenlijk vanaf het begin hing die hele belangrijke grote staat Florida, die Romney per se moest winnen, als een soort van zwaard van Damocles over de zaal heen. Toen dan vervolgens ook nog de problemen voor Iowa, voor Romney in Iowa en in Ohio bijkwamen. Ja, toen ging het heel hard en was het uiteindelijk zelfs nog de conservatieve zender Fox die bij mijn weten als eerste Romney als verliezer en dus Obama als winnaar aanwees. Ja, het is, wachten is nu op de concession speech, hè, van Romney, waarin hij zijn nederlaag erkent. Wanneer verwacht je die? Nou, kijk even over mijn schouder. Nee, er is nog steeds geen beweging hier op de grote schermen achter mij. Hij heeft, als het voor zover we nu weten, is er ook nog geen bericht dat hij inderdaad een telefoontje heeft gepleegd naar Obama om hem te feliciteren. Dat telefoontje waar Ilko net ook over heeft. We weten wel dat hij hier op een steenworp afstand in het hotel heeft gezeten de hele nacht. Hij zei eigenlijk vanmiddag dat hij zijn verliezersspeech nog niet had geschreven. Misschien dat we nu even moeten wachten omdat hij die alsnog moet gaan schrijven. Ja, wat ik tot slot nog even aan jou wilde vragen. Hoe kijken de Republikeinen eigenlijk nog terug op deze verkiezingen? Ja, dat is nu nog heel moeilijk te zeggen. Ik kan er wel een paar dingen over kwijt natuurlijk. Romney ging deze verkiezingsstrijd in als een hele conservatieve kandidaat. Hij was echt tijdens de voorverkiezingen in die conservatieve hoek gedrukt door die zo belangrijke conservatieve achterban. Dat kan je natuurlijk doen en dat is heel belangrijk om die achterban te creëren. Maar daarmee haal je natuurlijk niemand, zeg maar geen twijfelende democratische stemmers over de drempel om toch op jou te gaan stemmen. En ook geen mensen uit het midden. En dat is ook zo belangrijk om die mensen erbij te krijgen om te kunnen winnen. Nou, Romney ging gedurende de campagne steeds gematigder praten. Hij ging zich steeds meer gedragen als een president, zal ik maar zeggen. En je merkte dat uiteindelijk in de peilingen ook terug. Het werd uiteindelijk een hele krappe strijd. Een hele nek-aan-nek race, maar uiteindelijk toch niet genoeg. Ja, waar het precies aan gelegen heeft, misschien lag het wel aan die beroemde 47% opmerking van Romney destijds. Misschien heeft het ook, zoals Ilko volgens mij net ook al even aangegeven heeft in eerdere uitzending, misschien lag het ook wel puur aan het feit dat Obama een hele slimme, goede campagne heeft geleid en zoveel mensen op de benen heeft gekregen om alsnog te gaan stemmen. Dat was natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit Boston.